Hey, Koen van Corrigins.nl. Leuk dat je in deze video kijkt. En in deze video laat ik je live traden zien met Polymath Security Tokens. En er zit flink wat volume op. Ik heb wel echt hele mooie trades kunnen maken vandaag. En ja, ik ben er continu mee bezig. En het gaat ook echt uh, lekker. Ik zet allemaal stapeltjes. Ik hou niet precies uh, de winst of wat bij. Dat uh, reken ik einde van de dag uit. Maar ik, doe, uh, ik zet alleen maar auditjes heel terug heen en weer. 3000, soms 5000, soms 6000, uh, dan weer hierboven. Omdat ik weet dat 1% is zeg maar 297, uh, zeg maar, naar 300 is 1%. En hoeveel je er maar maakt daartussenin, ja, dat is allemaal procenten winst. Nu zie je hier bijvoorbeeld nog wat orretjes staan, maar ik kan nog helemaal naar beneden. Ik heb natuurlijk hier een kleine stack en ik heb heel veel orders uitstaan, 32. Uh, ik weet niet of dit een manier is uh, wat veel mensen uh, gebruiken. Ik gebruik het uh, ja, om maanden en het is voor mij erg uh, winstgevend. Moet er wel volume op de coin zitten? Uh, anders ja, duurt het heel lang enzovoort. En vandaar heb ik het geluk, er zit uh, veel volume op en daar maak ik gebruik van. Ik heb hier trouwens alles staan tot en met 400 zelfs nog. En ik heb nog wat achteruitgelegd. En ik heb nog uh, ja, best wel een voorraad aan bitcoin bij andere coins. Dus ik kan eigenlijk de hele tijd doorspelen. Continu door. En sommigen doen dat waarschijnlijk grote jongens doen dat met 40, 50.000, 100.000, misschien wel miljoenen. Ik doe het allemaal met kleine stel, stapeltjes, een soort mondharmonica. En dat werkt uh, ja, super in ieder geval. Omdat ik continu uh, toch aanwezig ben en uh, mijn werk is computer, zeg maar, dan ja, ik. Uh, oh ja, ik heb de camera trouwens ook weer aangezet, uh, ik, uh, weer zien. Uh, uh, dat ik nog steeds dezelfde ben. Maar in ieder geval uh, ja, zet de hele tijd orders eigenlijk. En uh, dat gaat de hele dag door en, en het werkt ook goed. En ja, dat is gewoon een training tip. Uh, ja, ik weet niet, uh, ik wil nog een keer weten zeg maar, wat de orders zeg maar, precies zijn. Ik weet wat, uh, wat ik doe. Zeg maar. Ik weet dat ik winst maak, zo eerlijk ben ik wel, uiteraard. Maar ik weet niet precies hoe ik dat precies uit kan rekenen, elke keer die trades zo, zo snel. Want volgens mij, als, je dat, als het wel zo is, hoor ik het graag. Heeft Binance nog niet echt een, um, zeg maar een tool waar je precies kunt zien um, uh, hoeveel uh, winst of verlies je hebt gemaakt? Ik heb natuurlijk ook Affiliate, dus als je hieronder. Deze video staat een cryptocurrency cursus en ook een Binance link, reg Registratielink. registratie link. Dus als je hier wilt traden met altcoins en bitcoins. En Bitfavor daar koop ik altijd met, ja, uh, met ideal uh, Bitcoin en die link staat er ook. En daar krijg ik een, een commissie voor, uh, eerlijk is eerlijk. Maar daar heb ik ook mensen die dus traden en dan krijg ik een heel klein percentage. Dus dan is het uh, zeg maar, uh, kan ik het niet precies uitrekenen, einde van de dag. Ja, ik kan wel, wel globaal. 0,2. Ik noem maar wat. Uh, maar in ieder geval, uh, dat kan ik dan wel zien, maar niet exact. En dat zou ik wel graag willen, omdat ik dan nog beter uh, mijn stapels enzovoort kan verdelen. Uh, ik wil je best wat uitleggen wat ik doe en waarom ik dat doe. Ik, um, ik ben van overtuiging dat, je, dat, de, dat de coin na uh, jaren treden, altijd vaker naar, um, ja, wat logisch aan de ene kant, maar kijk, ik weet niet, misschien kunnen we het zien in je dacht, candle en CoinDease. Uh, ja, hier kun je het wel heel mooi zien trouwens. Uh, wat ik wil zeggen eigenlijk met deze tip. Hier zie je eigenlijk de candles altijd omhoog en omhoog. Maar ik heb, mijn idee is dat het, uh, de candles altijd meer zakken dan dat ze omhoog gaan. Ik, ik hoop dat je snapt wat ik bedoel. Dus ja, hij, is vaak, hij zakt vaker met candles op een dag. Hè? Dus dan moet je ook vanuit gaan dat ik naar de 100, uh, dat ik nog kan kopen op 100 maar dat, hij zakt vaker dan dat hij stijgt maar als hij stijgt heb ik meer winst want ik koop met 2000 stuks tegelijk, nu niet omdat we uh, nu van alles verschillend, omdat er veel volume op zit maar normaal als ik gewoon offline ga natuurlijk uh, heb ik nog een deel achter de hand maar ik bedoel dan zet ik orders bijvoorbeeld tot en met wel 200 of 100 dus per coin uh, bijvoorbeeld tot en 100, 100, dus moet al 60-70% afgaan, dan 60, 70 af kan ik nog steeds kopen, dus ik kan ook wel helemaal tot het eind kopen, maar dan heb ik, ja, eigenlijk maakt het niet uit, mits je, dat is heel belangrijk, zeg ik altijd, mits je natuurlijk in die coin gelooft. Hè? Want straks, uh, PolyMat bestaat niet meer, ja, dan ben ik alles kwijt. Of alles kwijt, in ieder geval wat niet uh, verkocht is, of hè, niet op tijd of wat. Maar ik geloof in PolyMat, ik geloof ook niet dat ze zo weg zijn, dus kan ik eindeloos treden met eindeloze uh, odders. En dan denk je ja, ja, ver, ja, ik kan wel tot duizend leggen bijvoorbeeld. Ja, dan moet de coin 300%, dat is hartstikke mooi. Dat heb ik veel winst, maar hij zakt dan ook wel weer. Dan kan ik weer nieuwe kopen. Dus ja, dat uh, ben ik vandaag. Heb ik uh, deels gedaan. Ik heb nog wat werk natuurlijk gedaan. Ik ben met CoinGit zelf bezig. Om het uh, mooier te maken. En uh, ja, video's te maken weer. Daar ben ik mee begonnen. Eergisteren heb ik weer een nieuwe video gemaakt. Uh, misschien kunnen we daar even kijken naar YouTube. Even kijken naar Koen. Want daar heb ik nog meer video's ook staan. Met allemaal mijn laptop of uh, mijn muis viel vandaar dat ik even wacht. Misschien is dit het channel, ja, kun erbij frank Heb ik echt van alles video's en als je vragen hebt of ergens niet uitkomt, dan hey, help Koen ik je ook gewoon graag uh, daarmee. En uh, natuurlijk even abonneren op mijn YouTube kanaal. En als je wilt weten uh, meer wilt weten over hoe ik treed en ja, dit is maar een van de strategieën, dus ik weet echt niet of het een uh, strategie is of iets dergelijks. Maar ik doe mijn eigen stijl, wat echt goed werkt. Uh, ja, mijn ervaringen zijn gewoon positief. En uh, ja, ik, ja um, wat ik wil zeggen. Even goed formuleren. Ja, het werkt voor mij gewoon, zeg maar. Dat hoeft niet voor jou te werken. En ik ben ook geen expert of specialist in uh, traden Ik doe gewoon mijn ding. En dat uh, toon ik aan jullie door video's te delen en op uh, mijn blog uh, artikelen te plaatsen. En uh, ja, door natuurlijk wel in te lezen. En, te, uh, en ik heb veel leergeld in het begin natuurlijk betaald. Uh, ik bijvoorbeeld, ik weet ook wel eens BTC-USDT, zoals je in de vorige video kon zien. En ja, dan uh, gebruik ik echt wel stoplimieten en zo. Want als Bitcoin bijvoorbeeld een keer stijgt, gaat het ook vaak met echt procenten, hè? of 5 of uh, 10. Als je gaat, gaat die ook hard, maar ook hard naar beneden. Dus dan zet ik wel stoplimieten, uh, dus dat ik uh, minimale verlies uh, uh, incasseer. Dus ik koop bijvoorbeeld iets voor jouw beeldvorming, mocht je nog beginnen zijn of nog niet zo lang actief zijn in het treden. Ik koop iets voor 1000 euro, maar ik zet een stoploss, een ruime stoploss, want we moet het natuurlijk wel pakken. Bijvoorbeeld uh, bij 9,90, dan uh, moet hij de stoploss activeren en dan moet hij in ieder geval verkopen voor 9,85. Dan weet ik dat ik op 1000 euro maximaal 15 euro verlies uh, heb. En zo kun je dus je verlies in beperken en aan de andere kant, als die coin natuurlijk stijgt, kun je je stoplimiet natuurlijk meer, stel, uh, meer uh, bijstellen. Dus dat je... Dus hij blijft stijgen, maar je verkoopt zelf nog niet. Dus dan uh, staat de volgende dag op 1050, maar dan denk je, hé, hey, dan zet ik op 1030 een stoplimiet en dan verkoopt hij bij 1025. Ik hoop dat je een beetje daar een beeld bij hebt, hoe dat dan werkt en hoe dat dan... Uh, voor, uh, dat je dat vorm moet zien. En dan... Uh, ja, dan kom je verder. Ik kijk even of ik nog wat heb. 500 heb ik verkocht. Nou, daar staat mijn nieuwe limiet. Uh, zetten we hier nog 500 erbij? Zo. En dan kijken hoe deze avond verloopt. Maar vandaag heb ik echt een mooie, mooie dag uh, gehad en dat kun je ook wel zien, het is gekke werk hier. Trrr, 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 trrr. Al die keer, ook al gaat het niet boven naar beneden, dan uh, ja, dus elke keer pieken ook pak ik ook mooi mee, zoals je ziet. Dan uh, ja. Continu. Dus uh, ja, het is maar hoe je. Dat is hoe ik met deze manier trade. En andere coins moeten weer met een stapeltje van 10.000. omdat dat weer. die gaat sneller omhoog, maar ook weer omlaag. En ja, zo gaat, dat is traden en uh, traden, Zo noem ik het zelf. En uh, zo, dat is volgens mij wat ik doe. En. Uh, <laughs> volgens mij, dat doe ik dus. Uh. Maar het uh, gaat goed. En uh, als je mij wilt volgen op YouTube, abonneer op mijn YouTube-kanaal natuurlijk. En uh, bedankt voor het kijken. Heb je nog vragen? Stel ze gerust door middels een reactie. En mag je toch een cursus willen aanschaffen onder deze video, klik dan op mijn link. Of registreer je bij Bitfavo voor Bitcoin Koop, maar Ideal of Binance om hier ook te handelen via mijn link. Daar krijg je een kleine commissie voor. Uh, ik, tot de volgende video. Hoi hoi!